Je zou kunnen denken dat een zwart gat zo zwaar is dat niks ervan kan ontsnappen, zelfs licht niet. Maar het zit nog net even iets anders in elkaar. De meeste vragen over het heelal die je krijgt, die gaan over zwarte gaten. Wat zijn nou eigenlijk zwarte gaten? Nou, ze zijn misschien wel zwart, maar het zijn geen echte gaten. Wat zwarte gaten zijn, dat zijn de restanten van hele grote, zware sterren die aan het eind van hun leven geëxplodeerd zijn en in elkaar geklapt zijn tot een oneindig klein punt wat zo ongelooflijk veel massa heeft en daardoor heel veel zwaartekracht dat niets er meer van kan ontsnappen, zelfs het licht niet. Nou is het niet zo dat het een hele sterke zwaartekracht is die het licht tegenhoudt, maar eigenlijk zijn zwarte gaten hele vreemde fenomenen die de ruimte om zich heen helemaal ombuigen. Een zwart gat kromt de ruimte zo erg om zich heen dat niets meer uit die ruimte kan ontsnappen, zelfs licht niet. En die massa is ook zo groot en de zwaartekracht is ook zo hoog dat de tijd in een zwart gat zelfs ook stilstaat. En als de tijd stilstaat, kan ook al niks eruit ontsnappen. Een zwart gat heeft dus heel veel zwaartekracht. Maar het wonderbaarlijke is dat zwaartekracht eigenlijk geen kracht is. Massa kromt de ruimte. Je zou kunnen zeggen zelfs dat massa vertelt hoe de ruimte zich moet krommen. En de ruimte vertelt hoe massa zich moet bewegen. En daarnaast is het ook nog eens een keer zo dat als ergens heel veel massa is, dus dat de ruimte heel erg gekromd is, dat je dus heel veel zwaartekracht ervaart, dat ook de tijd langzamer gaat lopen. En een zwart gat, dat is eigenlijk het ultieme van die drie. Die ruimte die wordt eindeloos gekromd. De zwaartekracht is oneindig hoog en de tijd staat daarmee stil. Dus daarom is een zwart gat zwart, want helemaal niks, zelfs het licht, kan er niet uit ontsnappen. En wat je dan ook nog ziet, is dat als je in de buurt komt van een zwart gat, dat de zwaartekracht natuurlijk al toeneemt. En er is een mooi voorbeeld uit de film Interstellar, waarbij ruimtereizigers in de buurt komen van een zwart gat, dat ze daar al constateren dat de tijd een stuk langzamer loopt. Het is zelfs zo dat elk uur dat ze daar in de buurt van het zwarte gat doorbrengen, dat er jaren verstrijken op de aarde. En het gekke is, ik zei net, een zwart gat heeft helemaal geen volume. Het is een oneindig klein punt. Maar ja, toch lees je regelmatig dat er weer een heel groot zwart gat is gevonden. Dus hoe kan iets wat geen volume heeft toch heel groot zijn? Nou, dat is die zogenaamde event horizon. Dat is de bol rondom een zwart gat waaruit niks kan ontsnappen. Alles wat die event horizon voorbij gaat, dat kan er nooit meer uitkomen. Dus we kunnen ook niet in een zwart gat kijken. We weten niet precies wat er in dat zwarte gat allemaal gebeurt. Het enige wat we zeker weten is dat als een zwart gat meer en meer materie, andere sterren, hele planeten opslokt, wordt die steeds zwaarder en die event horizon wordt daarmee steeds groter.